De ontvanger van de Vrede van Nijmegen Penning 2018 zet zich met veel ambitie en lef in voor een meer duurzame en daarmee een meer vreedzame wereld. Hij inspireert velen met de boodschap dat commercieel succes hand in hand kan gaan met de toekomst van de planeet. We zijn hier vandaag voor de uitreiking van de Penning van Nijmegen en ik heb het genoegen als algeheel directeur van Unilever om die penning dit keer in ontvangst te mogen nemen. En het is toch wel een onnoemelijke eer om die nou ook te mogen ontvangen als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven. Sommige belangrijke dingen waar ik me voor inzet, allereerst het klimaatverdrag in Parijs. Persoonlijk hebben we ons daar sterk bij ingezet om te zorgen dat de privésector toch actief meedoet. Die problemen kunnen niet worden opgelost als de bedrijven hun modellen zelf niet gaan aanpassen. Toch wel belangrijk dat meer en meer bedrijven dat ook gaan doen als we een wereld willen hebben die beter is voor ons en voor onze kinderen en voor hun kinderen.